Goed, ik was even nog voor de hè? Als een vrouw een scheef koopt. Oh, als je weet wel, hè? Nou, ja. Dan zijn er meestal allerlei tiens. Tiens? Ja? Voertiens. Je kunt dat zien, hè? Koophoede. Typisch. Koophoede. Is bij een allemaatstuk een nieuwe ding kopen. Ja. Meubels, ja. Kleers. Arthur, wat? Van achter de hoenen. Twee nieuwe pleetjes. Zeg, ding, maar dat is ook niet. Ze doen al met stukken vrije lief tegen je. Joor, niet. En dan heb ik een kappetje hier, kappetje door. Een jaar? En nog twee minuten geleden bassen met je haas af te leggen. Wat had toch gewozen dan, hè? Oh, ik die een roos gegeven. Zelfs die oven draai van de Kevin. Het zijn er nog tiens. Nerveus zijn. Ja, nerveus zijn. Weet je dat ik kan zien als ze nerveus zijn? Dat ze rare hoesten naar voor tien. Gebakken aan juice midden in de nacht. Denk, gefriteerde cornichon van motorcyclesaus. Nee. Chance, want dat stinkt van. Wat je ook kan zien dat ze nerveus zijn, is dat ze onmiddellijk beginnen lachen voor het wat van niet. Zo midden in de zinnen. Ja, nee? Niet speciaal. Nee, nee. Maar hol, zeg, met toch al twee is van de drieën, nee. Kom. Zeg, hey, wat zie je van planten? Die brief onder de neus van een steentje. Schatje. Arthur, zie je hier al langer? Een paar minuutjes zie je. Ja, toch. Toevallig niemand tegen, dat komt onderweg naar boven. Een enk. Zeg het nog maar, dat niemand tegen komt onderweg naar beneden. Drieën. Wat ga je doen? Ah, hier, kijk. Wat vind je hier? Zo, die combinatie. Ja, dat is toppend. Schoon. Stief schoon. Ja, nieuwe zekers. Ah ja, maar past het een beetje top en zo? Ja, links en rechts wat als van top, hè. Zeg, je hebt al goede beste gedaan, hè. Nieuwe schoen. Ja. Nieuwe kleedjes. Ja, ja. En dat is nog niet alles, hè. Ik had er nog tegen het andere besteld voor hier en mijn zus. Ik heb een grote champagne los en zo van die heel hoge gekocht. Echte schoenen. En toen is dat een design serveerkarretje. Ja, voor die rozen daarop te zetten, hè. En toen had dat peeselijk over een noekie en zo een ficus decor. Ja, welke fiscus? Fiscus. Klept hoor. Een ficus. En je rondje, hè. Ten pris. Zou ik geluiden? Ik wil bewust. Bewust? Ja. Bewust? Als zo'n schuldig is, dan vraagt ze nu af dat die brief betreft. Ja, maar als ze schuldig is. We gaan dat rap helemaal weten, zeg. Na. Dat wil ik zien. Plafond. Wat wil je hier nu bereiken? Ik wil een hoekje met mijn vrouw. Zeg, schud ik er een beetje op, hé. Ja, maar ik zeg, ik zie hem best wel. Ho. Zeg, dat komt er nog een in de badkamer. Ik heb veel werk te doen, hè? Poeiertjes, sloftjes, nou, je kent dat van de middag. Zie je dat ook klikt? Ja, jong. Zie je, jong. 50 cent. Een euro. Een euro. 50 cent. Ja, dat is ook niet waard. Wat kom ik hier doen? Hier, met mijn deodorant. Zeg, kappen. Ja, hier mogelijk niet weer gebruikt, hè? Weet je dan nog van die keer dat je mijn oorlog gebruikt had in plaats van deodorant? Ja. Ga dan weer, ik ga zo dan ook. Weet je wel. En hoe nog was dat lachen met de rug feest, ja, maar... Ik was er met een oorlog bij je. Hier is ook als ik ga drinken, heb je dat gehoord. Zo, dat is dus juist betrapte. Dat was wel jongens school, die zei, ho, schud ik een beetje. Ja, zet, wat was dat? Ik heb het niet uitgevoerd. Ik heb beter mijn eerste gedachte gedaan. Ik wil nog binnen, ik mijn hand zeggen. Ja, maar dan! Ja, Sylvie, wat doe je hier nog? Ah, waar? Meneer Philippe, ik wil de heksjes te weg gaan. Maar ik wilde eigenlijk een keer weten of dat madame nog het wat nodig had. Madame mag je de Hans niet met. Zij is vrij druk bezig in de badkamer. Hatte! Ah ja, en wat? Gewoon ik zo een keer later weer een keer. Ja, hè? Ja, ja. Ah! Gusta? Ik heb niks gehoord.
niks gezien. Dus doe maar voort. Ja, het komt dan me niet kwetsen, hè. De brief. Ongelukkig rode dat de jong hoze. Oh, Johan, morgen wisten ze me toch ontrouwen, hè, in godsnaam. Ja, Philip, kom aan, vind dat brood van bakker naar mijn meugd, dan ga ik ook naar een andere bakker, ja. Maar dat vind ik een smerige opmerking van jou. Wat? Wie draag je me hier met een bakker? Wat? Een stekvlieg. Ik bedoel, alles marcheert. Ja? Ja. Dat vind ik toch. Ik nog bezig met onze huwelijksreis. Philip, hoe lang is dat alleen? Hè? 15 jaar, lijkt bij mij. Ja. Maar, hoe is het nu? Hoeveel keer doe ik nu nog? Hè? Zeg maar. Genoeg. Alle dagen? Alle dagen, alle hoeken. Alle weken? alle weken, zeg. Het is niet genoeg, schet het. Zeg het toch niet? Zal ik jou zeggen. Een keer in Charse is eigenlijk de pinguïns. En als de koe is, nu moet je het stift moeten om in orde. Ten eerste, ik omdat niet die in de box. Nee. En ten tweede, ik zin trouw. Is hij trouw? Ja. Nee, is hij zo. Maar ordnen ik heel goed in. Rocktelefoon. Kon je pakken. Ja, zo ik een belangrijk zijn. Hallo? Ja? Wie zeg je? Olivia Newton-John. Jongen, is hier. Ik weet niet en de rabbit. Ja, ja. Hij heeft het nummer van de rabbit. Ja. Goed. En een mobiel? Nou, ja. Wat is goed? En wat gaat hem zeggen? Ja. Ja. Dag. Philip? En Arthur? Die zit hier ook nog. Hallo. Ja. Etterend. Philip, ik heb een boodschap voor jou. Ja. Heb je dat alvast een telefoon niet waard? Nee. Hier, moet je van hier naar de juffrouw Olivia Newton-John. Ze logeert in de rabbit. Ja, we mogen het zo. Ja, wacht dan nog. Ja, dan ook maar telefoonnummer. Je belt nog door vanavond de nacht, hé? Ja, maar gewoon wat doen, hè? Vergeten. En moest een telefoon rinkelen, hè? Pak op, hé. Ik probeer klaar te komen.